Goedemorgen, nogmaals en welkom bij installatietechniek in de eerste klas. Voor eerste RR moet je kennen hoofdstuk 1 en 2. We gaan even door hoofdstuk 1 fietsen. Met fietsen bedoel ik, ga je een paar hoogtepunten geven, highlights die je moet kennen, waar je extra nadruk op moet leggen. Kijk, het gaat over energie. Energie is zo belangrijk, de hele wereld draait om energie. Je kan zelfs een masterstudie doen alleen over energie. Zo belangrijk is energie. We gaan het hebben over de belangrijkste vormen van energie. Je hebt meerdere vormen, maar we zullen het hebben over 4. Als je hoort mechanische energie, waarom moet je denken? Beweging. Denk maar aan die ventilator. Het is vreselijk warm. Zonder die vent kan je niet studeren. Je hebt mechanische energie nodig, maar die ventilator moet draaien. Denk maar, als je hoort thermische energie. Warmte. Denk maar aan die microwave. Als ik vandaag niet heb gekookt en ik ga dat eten van gisteren eten, moet ik het toch eens opwarmen. En wat wij in Suriname niet kennen is de winter. Dus de mensen die in landen wonen waar het sneeuwt, die hebben verwarming nodig. Anders overleven ze het niet. Die kamer moet warm gehouden worden. Dat water waarmee ze baden moet warm gehouden worden. En ook al wil je niet baden, je gaat je handen toch wassen. Dus je gaat, dat water moet warm zijn. Daarom is thermische energie erg belangrijk. Straks ga je zien hoe belangrijk het is. Maar het is een vorm van warmte. Elektromagnetische energie. Daar moet je denken aan. Oké. Omdat hij praat over lading. Dan welke vorm van energie heb je bij lading? Elektrostatische. Ik ga je een ezelsbruggetje leren. Nooit meer in de war te raken, want hij is in de war gekomen. Als je zegt lading, die telefoon ga je opladen. Hij moet op die plaats daar blijven. Je kan niet ermee gaan lopen en vooral niet bellen. Je moet hem daar laten. Statisch, hij blijft daar. De telefoon moet daar staan. Het staat daar. Elektrostatisch. Ga je het onthouden? Nooit meer mag je die fout maken. Elektrostatisch is lading. Jij gaat je telefoon opladen, hij moet daar staan. Hij is statisch. Statisch betekent op één plek. Statue. It has to be a statue. Your mobile. Daar pas kan je chargen. Lading, elektrostatische energie. En nu komt het. Elektromagnetisch. Wat voor licht? Is het dit licht? Nee, man. Wat voor licht is het? Het is licht, ja, licht. Licht. Wat voor licht is het? Elektromagnetisch. De wereld aan het overnemen. Wat voor licht? Ja? Hoe? No man. Laserstralen is een voorbeeld ervan. Oké, nou maar zeggen, als ik begin bij, je hebt zoveel soorten licht. Röntgen. Je maakt een röntgenfoto. Je maakt een echo van je organen, van je longen, van je baarmoeder. Een echo. Je ziet dat je een tweeling hebt in je baarmoeder. Een echo. Is dat licht? Dat licht is zo ver gaan schijnen, helemaal in je organen, in je longen, tumoren, in je hersenen. Zo ver is dat licht, elektromagnetisch, dat je dat zelfs kan snijden met dat licht. Je kan die tumoren snijden met dat licht. Zo scherp is dat licht, dat weet je, het kan nooit het licht zijn. Dat licht is zo scherp, zo geweldig dat je kan zien in die longen, in die organen. Röntgen, echo, radio, dat is radio, radiografie. Maar je kan snijden ermee, waar je niet met een mes wil snijden, maar je moet wel opereren, snijden met een lichtstraal. Die tumoren ga je bestralen in die hersenen, moet je die tumoren verwijderen, ga je met een mes snijden. Je gaat het bestralen met een lichtstraal dat die tumor vergruist. Misschien ook die stenen, niersteen, galsteen. Dat is licht. Dat is elektromagnetisch licht. Dit is geen licht, man. Oké.
Dus daarom is het zo belangrijk. En er is een heel, je hebt zoveel boeken erover. Zo dik. Het is heel interessant wat je allemaal met licht doet. Dus niet dat licht dat we zo zien. Nee, röntgenstralen. Ze hebben ook andere vormen van energie hoor. Chemische energie is ook erg belangrijk. Je kan ook een hele studie doen, een masterstudie, chemische energie. Maar laten we praten over alle energiebronnen. Stel de natuur ons ter beschikking. Niks is van ons, alles is van de natuur. Nu gaan we, gaan het zo doen. Ik heb last van die kinderen, boy. Hey, dat geluid, die tories van die lieve jongens van me. Hallo? LK341. Banai. Alsjeblieft, boy. Neem die bank mee. Je mag die hele bank meenemen. Ja, dus de natuur stelt ons die bronnen ter beschikking. En we gaan die bronnen verdelen in twee soorten bronnen. Ik ga je zeggen. Eerste groep, zonnekracht, zonne-energie, waterkracht, windkracht. Andere groep, aardolie, aardgas, steenkool, uranium. Kan jij mij vertellen waarom ik deze twee groepen heb gemaakt? Luister goed, denk goed na. Zonne-energie, windkracht, waterkracht. Uranium, aardolie, aardgas, steenkool. Waarom? Terwijl beide groepen door de natuur aan ons ter beschikking zijn gesteld. Waarom heb ik deze twee groepen gemaakt? Ja? Goed zo. Uitputtelijk betekent het raakt op. Die groep van aardolie, aardgas, steenkool en uranium is uitputtelijk. Het kan opgaan na 20 jaar. Je hebt gezien, we hebben 20 jaar de tijd dat we kunnen genieten, profiteren. Het is dan op. Maar zonne-energie, windkracht, waterkracht gaat nooit op. De zon stopt niet met schijnen. De wind stopt niet met waaien. Het water stopt niet met stromen. Die gaan niet op. Je kan wel zeggen, 's avonds is er geen zon. In de droge tijd is er geen water. Bij windstilte waait de wind niet zo hard. Maar op gaat het niet. Op raakt het niet. Daarom hebben we die twee groepen gemaakt. Want er zijn verschillen, overeenkomsten, voordelen, nadelen en alles moet je kennen. Ik ga je vertellen. Kan ik de wind in mijn broekzak bewaren en naar huis brengen, want daar is het warm en hier waait het. Kan ik dat doen? Kan ik de zon in mijn koffer zetten en naar Nederland brengen in de winter of naar de Noordpool? Kan ik waterkracht transporteren in een barrel naar de woestijnen? Dus ze zijn niet opslaanbaar. Je kan ze niet opslaan. Opslag is niet mogelijk. En transport ook niet. Je kan het niet exporteren. Dus je kan het niet exporteren. Dus dan moet je hier aan denken. Dan moet je begrijpen. Economisch en financieel niet zo rendabel. Economisch niet uitvoerbaar. Je kan het niet opslaan. En je kan het niet transporteren. Maar zie je aardolie, steenkool, aardgas, uranium. Ik kan aardolie in een fles in mijn tas meenemen naar huis. Maar ook in een ton, in een grote ton, in een barrel, in een vat. In barrels, exporteren. Aardolie, transporteren, exporteren. En dat kan ook met steenkool, aardolie, aardgas en hoe heet die andere? Uranium. Dat is het verschil. Er zijn nog meer verschillen. Eentje is milieu-onvriendelijk. Welke is milieuvriendelijker? Waterkracht, windkracht, zonne-energie is milieuvriendelijk. We noemen het schoon. Schoon. Milieu-onvriendelijk. Ik wil het bijna niet zeggen, maar ik moet het aan je vertellen. Aardolie. Milieu-onvriendelijk. Ja, je gaat het ontginnen. Weet je dat je dan geen vissen meer gaat hebben? Gianna heeft geen vis meer. Eet genoeg. Eet genoeg. Want straks heb je het misschien ook niet. Dus deze dingen zijn milieu-onvriendelijk. En milieu is mens, dier en planten. Niet alleen mensen of dieren. Alle drie. Mensen, dieren, planten. Alle drie vallen onder milieu.
Oké. Zo moet je alle nadelen kennen, alle voordelen, alle eigenschappen en overeenkomsten en verschillen kennen. Gaan we verder, dan praten ze over kernenergie. Kernenergie wordt ook onderverdeeld in twee groepen. Kernsplitsing en kernfusie. Kernsplitsing, weet je wat er daar gebeurt? De kern wordt gesplitst. Hoe wordt de kern gesplitst? Ik ga je een praktisch voorbeeld geven. Ik ga het bombarderen. Ik ga het bekogelen met iets. Dan gaat hij toch uit elkaar vallen. En als hij uit elkaar valt, dan gaan die delen weer bekogelen. En dan gaat dat weer uit elkaar vallen. En dan, hoe noem je zoiets? Kettingreactie. Hoe heet je? Hoe? Perotti. Oké. Oké. Dat is een kettingreactie. Is dit een kettingaanrijding? Jij slaat die voorste auto, die slaat die andere auto en zo heb je een kettingreactie, een kettingaanrijding, kettingboxing. Kettingreactie. Dus die kern valt uiteen en je hebt hem gebombardeerd of bekogeld. Dus in het klein, hè, het gebeurt allemaal in het klein. Je gaat hem bekogelen, hij gaat die kern uit elkaar vallen. Maar als dat gebeurt, komt er energie vrij in de vorm van warmte. En dat is dus een vorm van energie. Maar, er is een grote maar. Er komt ook radioactieve straling vrij. En wat weet jij van radioactieve stralen? Schadelijk, zeer schadelijk. Ken je dat verhaal van Hiroshima? Die radioactieve stralen hebben die cellen in die lichamen van die mensen zo beschadigd, die eicellen en die zaadcellen, dat die kinderen van zoveel generaties gebrekkig zijn geworden. Ze worden gebrekkig geboren. Als die stralen, die lichtstralen die je misschien niet eens ziet, die hebben die eicellen en die zaadcellen beschadigd, dan zijn die kinderen allemaal gehandicapt geboren. Dus radioactieve stralen en dan denk ik eigenlijk aan kernwapens, aan oorlog, niet aan beginnen. Niet goed. Voor niemand. En dan heb ik het alleen maar over mensen gehad. Zo egoïstisch ben ik. Ik denk niet eens aan die dieren en die planten. Wat ga je eten? Je eet toch die planten en die dieren? Dus je moet aan het milieu denken in zijn geheel. Je eet die dieren. Die dieren moet je ook beschermen. Je kan met kwik goud gaan zoeken. En je hebt al die vissen. Hebben kwikvergiftiging. En je gaat het eten. Denk je dat het... Oh, het zijn die vissen. Ik ben het niet. Jij hebt die vissen gegeten. En je weet precies wie dood is gegaan, een hele bekende persoon. Daaraan. Aan Jumara. Dus je moet niet denken dat als die dieren en die planten, dat jij het niet. Je komt er ook mee in aanraking. Want wat ga je eten? Stenen? Kernfusie. Wat betekent fusie? Samensmelten. Fusion. Fusion. Bij elkaar. Daar is het juist omgekeerd. Alles is bijna omgekeerd daar. Daar worden die kernen samengesmolten. Ze worden zo dicht bij elkaar gebracht dat ze samensmelten. Ik ga je een voorbeeld geven. Het is Valentine. Twee mensen komen zo dicht bij elkaar zitten dat ze samensmelten. Die samensmelting, daar heb je straks een gezin. Dus het wordt steeds groter en groter en groter. Begrijp je me? Begrijp je wat ik bedoel? Met samensmelten. En daar komt ook energie vrij. En dat heet die energie in de vorm van warmte. En die is wel milieuvriendelijk. Dus in vergelijking met die radioactieve stralen bij kernsplitsing is deze niet schadelijk. Dus dat moet je kennen. Alle overeenkomsten, verschillen en kenmerken. Verder praten ze ook over geothermische energie en waterstofenergie. Geothermische energie. Als je het woordje geo ziet. G-E-O. Drie cijfers. Nee, drie letters. G-E-O. Waaraan denk je? Geo. Wat betekent geo?
What the taken hydro? Water. What the taken geo? Aarde. Aarde, geo. Alles wat met geografie, geoloog, geothermisch. Wat zou geothermisch dan betekenen? Warmte uit de aarde. Ik zei het al, je moet niet denken, oh, het heeft niks met mij te maken. Misschien ga je in het buitenland studeren of trouw je met iemand uit het buitenland en kom je in een koud land te wonen. Dan zal je snakken naar warmte. Dan ga je geothermische warmte, warmte uit de bodem, uit de aardbodem, gebruiken om die kamer te verwarmen, om dat water te verwarmen. En daarom is het zo belangrijk. Wij denken, omdat het niet in Suriname van toepassing is, is het niet belangrijk. Het is belangrijk. Ik ga je niet verwelkomen. Je bent altijd welkom in deze klas. Ik ga je niet bij de deur komen ontvangen. Oké. Dan praten ze over waterstofenergie. Waterstof is ook een van die milieuvriendelijke. En hopelijk zal het ooit een grotere plaats innemen. Want we moeten wel denken aan milieuvriendelijkheid. Verder praten ze over energiedragers. Je kan zoveel soorten energiedragers hebben, maar welke is de juiste? Dan moet je kijken welke eisen heb jij gesteld, welke is de goede? Welke is een goede student? Een student die altijd oplet, die altijd aanwezig is, die altijd huiswerk maakt, die altijd goede cijfers heeft en die altijd overgaat. 5 eisen, voorwaardes voor een goede student. Precies zo heb je 5 eisen, voorwaarden voor een goede energiedrager. En die voorwaarden zijn milieuvriendelijk, eenvoudige opwekking, goed te distribueren, omzetbaar in andere vormen van energie en veilig. Ik wil even ingaan op omzetbaar in andere vormen van energie. Of nou maar eerst dit ervan zeggen. Die goede energiedrager is, als ik zeg het is student Perotti, dan zeg ik die goede energiedrager is elektriciteit in dit geval. Want elektriciteit heeft alle eigenschappen die we net hebben genoemd en het is omzetbaar in andere vormen van energie. Kijk maar. Elektriciteit laat die fan draaien. Elektrische naar mechanische energie. Elektriciteit laat die microwave opwarmen. Elektrische energie naar thermische energie. Elektriciteit maakt die röntgenapparaten aan. Elektrische energie naar elektromagnetische energie. Elektriciteit laat die telefoon opladen. Elektrische energie naar elektrostatische energie. Dus daarom zijn ze omzetbaar in andere vormen van energie. Het is belangrijk. Zoals zin, dat heb ik niet nodig als ik die verder kan draaien. Heb ik het niet nodig, toch? Waterkrachtcentrales. Waterkrachtcentrales worden ook wel hydro-elektriciteit. Men praat van hydro-elektriciteit. Het heeft te maken met water die je gebruikt. Je gebruikt water dat je gebruikt om elektriciteit op te wekken. Kijk nou. Als ik hier water laat vallen, gaat er iets ermee gebeuren? Maar als ik het misschien hier laat vallen, dan gaat hij misschien wel naar beneden druppelen. En dan gebeurt er wel wat. Hier gebeurt er niets, het blijft daar. Omdat ik hier 1 gelijke hoogte heb. Maar als ik hem hier druppel, dan gaat hij wel naar beneden vallen. Omdat er een hoogteverschil is. Dus als je bergen hebt, dan heb je hoogteverschil. Dan gaat dat water wel stromen. En jij weet, hoe hoger dat verschil, hoe krachtiger de manier, de mate waarin hij stroomt, is dan heel sterk. En dat heb je nodig. Kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Ik heb een fan en ik laat water vallen. Maar, druppelgewijs gaat hij toch draaien. Druppelgewijs gaat hij toch draaien. Dan laat als ik hem snel laat vallen, gaat hij sneller draaien. Toch op die schoepen. Als ik water laat vallen, gaat hij draaien. En hoe sneller ik water laat vallen, hoe hoger. Hoe groter de hoogte, hoe sneller hij draait. En dat is die generator van Afubaka. Hij heeft schoepen. Dat water wordt op die schoepen
ja, gestuurd. Het stroomt daarop. En dan draait het. En dan krijgen alle mensen, alle huizen, alle districten, alle gezinnen elektriciteit. En dat kan je ook zeggen van een windmolen. Je hoeft hem niet te koppelen. Je zet gewoon een kapotte fan, die molen, hang je aan je huis. Als de wind hard waait, gaat hij toch draaien? En dat heb je ook bij windmolens. Ze praten over windmolens. Waar zou jij, als we in Suriname met windmolens elektriciteit moeten opwekken, waar zou jij die windmolens installeren? Waarom? Omdat je daar weinig bomen hebt en weinig gebouwen, heb je een krachtige wind. Dan gaan die dingen, die molens, sneller draaien en dan wordt die elektriciteit opgewekt. En misschien ooit, misschien moeten jullie dat doen. Want na 20 jaar, als die aardolie op is, hebben we wel iets anders nodig. Dus oké, daar heb ik je moet het lezen, daarom, die kennis heb je nodig. Je gaat verder studeren, toch? Stuwdamcentrales in ons land, Afubakameer. Vroeger heette het Blommesteinmeer, ik weet geen bakkere naam. Afubakameer, Suriname rivier. Je moet alles erover weten. En als je geen stuwdam hebt, bijvoorbeeld je hebt geen bergen, dan heb je getijdencentrales. Wat zijn getijden? Eb en vloed. Eb en vloed, dan gaat het water ook stromen, toch? Dan kan je, oké, dan heb je ook stromend water. Dan kan je een getijdencentrale gebruiken om elektriciteit op te wekken. Oké, dan gaan ze verder. Ze praten weer over thermische centrales. Kijk hoe belangrijk het is. Steenkool, aardolie, aardgas, uranium. De meest toegepaste brandstoffen. Zie hoe belangrijk het is? En aardolie vooral voor ons. Al onze hoop in dit land is gevestigd op die aardolie. Anders hebben we niks. Praten ze verder over netsystemen. De meest voorkomende netsystemen. Straalsysteem, ringsysteem, maassysteem. Je moet het kunnen tekenen, want dan moet je ons kunnen wijzen. Kijk, dit is straalsysteem. Zo ziet maassysteem eruit. Dit is ringsysteem. Toch? En een kleine uitleg. En dan praten ze over het koppelnet. Noem de functies van het koppelnet. 1. Beperking van het vermogen van een centrale. 2. Verbetering van het rendement van een centrale. In plaats van 70%, 80%, 85%, 90%, 95%. Het kan nooit meer dan 100% zijn. Het kan dus ook nooit meer dan 1 zijn. Als je het strafrendement moet berekenen. Dat is het zo'n beetje. Verder moet je kennen van hoofdstuk 2. Alle symbolen. Kunnen tekenen en benoemen. Je moet weten wat is een diagram, wat is een tabel. Want straks gaan we bij tweede RR misschien stroomkringschema's tekenen, leidingsschema tekenen, bedradingsschema tekenen. Dus nu al moet je weten wat het is, want dat ga je dan bij tweede RR doen voor een cijfer.